Goedemorgen allemaal. Vandaag ga ik met jullie huizen tekenen. We hebben al eens idyllische huisjes getekend. Kon je met een bon van de postcode loterij kon je een grachtenpandje ophalen bij het supermarkt. Maar laten we nou eens wat huisjes tekenen, bijvoorbeeld van die grachtenpandjes. Teken je weer mee? Ja, vandaag gaan we huizen tekenen. Nou, ik dacht inderdaad aan die grachtenpandjes. Wat voor verschillende grachtenpandjes zijn er nou? Nou, laten we eens gewoon wat grachtenpandjes tekenen. En laten we eerst eens gewoon zo doen. De verschillende afstanden tussen die huisjes. En het mag best verschillend zijn, zie je. Grachtenpandjes. En dan de verschillende daken die ze hebben. Nou, dat is best wel grappig. Je hebt natuurlijk een klokgevel. Het ziet er meer zo uit. Zo. En dan zitten daar natuurlijk ornamenten op. En zo. En dat is vaak omdat sierlijsten en zo. Trapgeveltje natuurlijk. En dan hier hetzelfde natuurlijk. Zo. Natuurlijk wel een beetje gelijk uitkomen. Zo. Ik vind het wel leuk om dan met die daken inderdaad te beginnen. Even kijken, wat kunnen we hiervan maken? Zo. Deze kant ook zo. Ik zit al een beetje met kerstliedjes in mijn hoofd. Zo. Sommige zijn natuurlijk ook hoger dan andere. Ik heb ze hier een beetje allemaal al even hoog getekend, maar ze kunnen ook hoger zijn. Zo. Dit zou bijvoorbeeld een pakhuis kunnen zijn, zo. Zo, wel leuk zo, ja. Hup. Goed, nou, dan gaan we dan natuurlijk ook die huisjes nog een beetje aankleden. Ja, dan moeten er nog ramen in en zo. Zo, nou laten we hier eens een winkeltje van maken. Zo.
de laars eruit. Het is een beetje lastig te zien zo. Maar goed, dan naar een winkel. Dan mag ik hier nog wel misschien nog een uithangbord. De naam van de winkel erboven. Zo. Laten we dit huis eens luikjes geven. Zo. Of doen ze gewoon zwart die luiken. Dat is misschien nog beter. Zo. Zie je, er zijn verschillende manieren om dat te kijken. Dit wordt eigenlijk, dit is al leuker dan dit. Dit wordt een beetje, zeker met stift, wordt dat een beetje lastig zo. Dan kun je dan muurankers erin zetten zo. Maar goed. Misschien een mooie grote deur. Grote voordeur zo. Mooi portiek. En ook nog luiken naast. Zover het past natuurlijk, hè. Leuke pandje zo. Je kan natuurlijk ook zorgen dat er een trap is naar de voorgevel. Zo naar de deur. Je wil die kelderramen hebben zo. Nou, je bent wel even bezig zo natuurlijk, hè, met een huis tekenen. Ja, je kan er van alles voor verzinnen natuurlijk. Grachtenpandjes. Maar zorg voor de variatie. Dat maakt het gezellig natuurlijk. En je zou ook zulke dingen ook op een kerstkaart kunnen zetten. Hè? Want sneeuw in de lucht. En, wat steentjes zo. Goed, dat is er weer eentje. Wat gaan we hier van maken? Een smal, klein huis. We kunnen sowieso hier achter het dak eens doortrekken zo. Zo. Nou, hier kunnen we ook wel een middeleeuwse raam in doen. En dan misschien ook wel weer met luiken. Maar dan laten we die bovenlichten laten we open. Zo. En dan doen we hier de luiken. Zo. Alleen bij de onderste ramen. Zo.
Zo. Ja, er moet natuurlijk ook een deur in. Zo. Die vind ik ook wel leuk. Nou, en ja, dit was dan, zo, dan gingen we pakhuis doen, dus het worden misschien allemaal. Luiken die open kunnen. Dan doe ik die scharnier aan die kant, maar dat kunnen natuurlijk ook dus naar twee kanten open kunnen. Nog vensterbankjes onder doen. Dat is misschien niet zo handig voor een pakhuis. Ik zie die steentjes weer. Ik vind het wel een leuk effect, die steentjes. Nog een schoorsteentje erop, hè. Zo. Het vogeltje is in de lucht. Van de week ook al gezien met die bergen natuurlijk. Hoplakee. Nou, dit wordt wel een lange video zo met al die... We zijn hier lang mee bezig. Dan komt wel dat we heel veel in de details schieten natuurlijk. Hier een hele grote deur in zo. Een pakhuis. Ik zet gewoon aan de andere kant ook scharnieren zo. En zijn bankje is er weer onder. Zo. Nou, ik zou zeggen, ga zelf ook aan de slag met grachtenpandjes, huisjes. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.